Tuintools laat u graag zien hoe u de Tuintools TT3315P Bosmaaier snel en betrouwbaar in elkaar kunt zetten. In de verpakking vindt u standaard de motorunit, gebruiksaanwijzing, maaikop, klem, onderste maaiboom, maaimes, toolkit, draagstel en de beschermkap. U legt als eerste het onderste deel van de klem op het bovenste deel van de maaiboom. Laat deze er hoorbaar in klikken. Vervolgens legt u hier de stuurgreep in. Sluit en vergrendel het met het bovenste deel van de klemunit en draai deze stevig vast. Druk de kabel van de bedieningsunit in de bestemde klemmen op de bovenste maaiboom. Pak nu het onderste deel van de maaiboom en de beschermkap. Draai met de vingers de schroeven een stukje in de beschermkap. Pak de inbussleutel en draai de schroeven stevig aan. Dit om lostrillen te voorkomen. Dan gaan we nu het maaimes monteren. Draai de moer met de klok mee om hem los te draaien. Dat is precies andersom dan u en ik en iedereen gewend is. Haal de beschermdop en de drukschotel eraf en leg het maaimes op de kop. Drukschotel en beschermdop erop. En draai tegen de klok in, dus ook nu weer tegengesteld dan normaal, de moer met de hand vast. Steek de inbus in deze opening om de kop te blokkeren en draai de moer nu stevig vast met de bijgeleverde sleutel. We maken de maaiboom compleet door het onderste deel in de bovenste te steken. Trek het pannetje naar buiten en druk de maaiboom licht draaiend naar beneden. Laat de maaiboom in de vergrendeling vallen door deze rond te draaien. U hoort aan de klik wanneer alles op zijn plaats valt. Draai vervolgens de vleugelmoer aan de zijkant vast. Benzine vullen met de autofiller gaat snel en zonder knoeien. Tuintools heeft deze op voorraad, net als de kant-en-klare tweetankbenzine, die op veel fronten uw motor beschermt en in conditie houdt. U leest er alles over op tuintools.nl en op internet. Ga zeker niet zelf mengen. Draai de dop goed vast en dan kunnen we gaan starten. Om de machine te starten moet u de gasblokkering met de muis van uw hand indrukken, de gashendel inknijpen, de schakelaar op start schuiven en de gashendel vervolgens loslaten. U kunt nu benzine op gaan pompen door een keer of vijf dit bolletje goed in te drukken. U voelt vanzelf de weerstand toenemen en u ziet hoe het bolletje en de benzineleiding zich vullen. De benzineleiding ziet u hier lopen. Zet de shock naar boven en trek vervolgens een aantal malen aan het startkoord terwijl u de machine met de andere hand goed vasthoudt. Direct na het aanspringen schuift u de shock terug en drukt u de gashendel kort in om uit de startpositie te springen. Als u de gashendel indrukt, reageert de Tuintools Bosmaaier direct op uw commando. De motor zet u uit door de schakelaar naar voren op stop te drukken. Het draagstel trekt u aan alsof u een rugzak gaat dragen. Klik de vergrendeling voor dicht. Het draagstel heeft voldoende stelmogelijkheden om alles goed in te stellen naar uw eigen postuur. Dit alles voor een goede draagbalans. Klik de bosmaaier aan het draagstel en u kunt aan de slag. Door te trekken aan de rode lip kunt u in geval van nood de bosmaaier heel snel afkoppelen. Tuintools.nl. Het adres voor al uw tuingereedschappen.